Wij zijn aangekomen bij de plaats waar het allemaal begon. Ik vermoed dat Urd hier op ons wacht. De grote kathedraal. Waar het allemaal begon. Een film. Oh. Ja, ja, zij is het. Zij is het. Urd. Oh, ik neem een potion in. Ik weet niet waarom. Hij doet hele snelle attacks, daar ben ik ook al achter. Hele snelle attacks. Hele snelle attacks. Kan ik wegrennen als een pussy? Ja, maar dat is zij ook. Bij de boog blijven gebruiken. Effectief. Veertjes zijn ook effectief. Oh, die had ik moeten doen met een besje. Wat een fight. Oh, die had ik een veertje moeten doen. Mijn timing is niet on point. Veertje, te laat. Weg. Jezus. Ik druk de verkeerde knop. Ik moet healen. Potions meer. Oh, ik moest healen, maar ik druk weer de verkeerde knop in. Waarom doe ik dat? Ja! Klets. Oh mijn god, er is er steeds twee. Ik kan hier niet dodgen. Wat? Er is er steeds twee en ik heb geen potions meer. Ik ben dood. Er is er steeds twee en ik heb geen potions meer. Wai, yo. Wat een fight. Wat een fight. Oh mijn god. Dit is niet makkelijk. Dit is niet makkelijk. Daar ben ik wel achter. Two stage fight. Oh, de eerste attack die faal ik al op de dodge. De tweede ook. Het is al gelijk hopeloos. Ja, zie je dat? Yeah.
gewoon lekker pushen op afstand. Ik denk dat dat een tactiek moet worden. Een keer de wapen in de hand houden, ook een goede tactiek. Nee, ik vergeet veertje te doen alweer. Ik vergeet weer veertje te doen. Ja, die had ik gewoon kunnen blokken. Had ik gewoon kunnen blokken. Waarom doe ik dat niet? Weer veertje vergeten. Kom op. Als je groen ziet, gebruik een veertje. Je weet hoe het moet. Hier weer, ik zie groen, ik moet een veertje gebruiken en ik doe het niet. Hier weer, groen, ik gebruik geen veertje. Ik vergeet het. Hier weer, weer! Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou zo vaak op de verkeerde knop drukken? Weer! Weer! Als hij een groene gloed krijgt, dan moet ik een veertje gebruiken. Hoe kan ik dat nou zo vaak vergeten? En dan krijgen we nog een stage 2 ook, hè, van deze fight. Die begint met een unblockable attack. Lekker blijven prikken, jongen. Ik heb maar één potion. Al mijn attacks gaan mis. Veertje, lekker. Healen. Veertje! Druk gewoon op die knop, jongen. Weer! Ik vergeet elke... Nee, ik vergeet het niet. Ik doe het gewoon niet. Zie je dat? Ja, nou doe ik het wel. En nou doe ik het weer niet. En dan ben ik weer dood. Oh. Hoe kan ik nou... Ik zie de groene gloed. Ik zeg nota bene nog... Toes, je moet het veertje gebruiken. En toch gebruik ik niet het veertje. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet hoe ik het moet doen. En ik druk gewoon niet die knop in. Veertje, nee, ik vergeet het weer. Ik druk weer niet op de knop.
Weer veertje. Oh ja, ik druk wel op de knop. En daarna mis ik mijn attack. Gewoon heel knullig. Cloud damage blijven doen. Beertje, ik vergeet het weer. En weer. Het is ongelooflijk. Nou, stage 1 gaat steeds beter. Maar dan die stage 2 met de unblockable attacks. Unblockable attacks. Veertje. Hij deed veertje, hij kreeg ook knockback. D4'tje, hij kreeg knockback. Ik verdeel nu niet 4'tje, wat ik wel had moeten doen. Nu deed ik niet 4'tje. En nu deed ik helemaal niks. Veertje, jongen! Hoe moeilijk is het? Hoe moeilijk is het? Ik druk de hele tijd de verkeerde knop in. Unblockable! Wegwezen. Oh, ik loop erin. Ik zeg wegwezen voor de eerste, ik loop in de tweede. Oh mijn god, ik doe nog één poging in deze video. Als het niet lukt, ga ik even back away. En actie ondernemen. Kom op. Die veertjes timen, dat gaat mis. Oh, de eerste attack, ik laat mezelf slaan. De tweede, derde, vierde attack, ik laat mezelf slaan. Nu al, onnodige damage. Nee, veertje. Dit is echt dom. Ik weet wat ik moet doen. Ik doe het gewoon. Zie je? Ik weet wat ik moet doen. Ik weet hoe ik het moet doen. En een van de redenen doe ik het gewoon.
Stage 1, complete. Maar nu wordt het lastig. Nu komen die rode unblockable attacks, zie je dat? Die cirkels, als ik daarin sta, dan ben ik de lul. Had ik weer een veertje moeten gebruiken. Nee, ik druk verkeerde knop. Ah. Veertje. Veertje, waarom druk ik nou niet op die knop? Ik weet wat ik moet doen, ik weet hoe ik het moet doen, wanneer ik het moet doen. En ik druk maar op de verkeerde knoppen. Hier weer, ik moet een veertje indrukken. Ik wil weg, ik wil weg. Ik moet healen, ik ben op mijn potions heen. Ik ben door mijn potions heen. Dit is goed. Nee, uit de cirkel! Ren! Oh. Nee, ik druk de verkeerde knop! Ja! Ja! Oh, het is gelukt! Oh mijn god, wat een fight! Nee, Aesemi, ik moet nog deze shit oppakken. Oh, Black Pepper. Ja, het is gelukt. Ja. Oh, wat een fight. Jezus, ik had nog zo weinig HP. Oh. En nu? En nu, Aesemi? Varg's Pure Core. Die hebben we verslagen. En Urge Pure Core. Ja. Yeah. Oh, ik kan niet meer level up. Attack damage en claw damage. Deal attack damage. De explosion deals attack damage en claw damage. Oh, dat is wel handig. Dan kunnen we lekker vanaf een afstandje damage doen. Nee, ik vind mijn knife eigenlijk wel cool. Oh, het is gelukt. We hadden nog één side quest te gaan. Voordat we naar de main quest moesten gaan, volgens mij. Hermes Fortress. Find evidence of the coup. Ja, dat is het volgende wat we gaan doen. In de volgende video. Ik hoop dat jullie dat weer samen met mij willen doen. Zie ik jullie graag de volgende keer. Het is gelukt. Yes.